Goedenavond allemaal. Hartelijk welkom hier. Welkom in dit dorpshuis. Zeg er maar gelijk even bij. Daar ga ik het verder niet over hebben. U weet allemaal dat daar de nodige commotie over is, reuring. Maar de gemeente is in eerste instantie niet aan zet. U weet, dit gebouw is van een stichting. Die beheert het. En nou, daar zijn de nodige zaken van naar buiten gekomen. Dus met u zijn wij als gemeentebestuur zeer geïnteresseerd hoe zich dat ontwikkelt. Natuurlijk zullen wij van een afstand dit volgen. Want dit is het huis van en voor de gemeenschap van Aalten. En dat moet het, als het even kan, natuurlijk ook blijven. In ieder geval, aan de mensen van de Hoftuin nu dank voor de gastvrijheid. En de zaal die zag weer prachtig uit. Daar heeft het in ieder geval niet aan gelegen. Dan, herzlich willkommen vanavond toe aan de Duitse gasten. Heerzwaai, nou, ik zag er nergens nog eentje. We hebben drie Duitse gasten, dat is toch vrij uniek. Waaronder niet alleen een Duitse ridder in de orde van Oranje Nassau. Die we ergens in augustus, met de datum even kwijt, maar hebben die mogen uitreiken. Ridder in de orde van Oranje Nassau, dat is toch voor een Duitser toch niet bijzonder. Dat is heel bijzonder. Niet gewoon. Niet gewoon. Johannes Hoven natuurlijk uit Zoelewiek. Maar ook Stefan Prins, eindredacteur van zeg maar de Gelderlander van Kreis Borken is hier. Dat is volgens mij ook uniek dat we een Duitse chefredacteur hier hebben. En we hebben ook nog Anneke Sitters, die komt later ook nog een keer op het podium. Maar die is van het bestuur van de Koppelkerk. Nou, we hebben een hopelijk een gezellige avond met elkaar, waarin we het nieuwe jaar met elkaar van start laten gaan. Elkaar natuurlijk veel heil en zegen toewensen. Daarbij, wat mij betreft ook vanuit het gemeentebestuur nu voor u allen. We hebben een gevarieerd programma, dus het is niet alleen maar ontmoeten. Dat is natuurlijk wel belangrijk. Vijf jaar geleden zei ik hier geloof ik al van, spreek voor alles iemand aan die u nog nooit eerder heeft ontmoet. Want dan gaat u toch weer rijker naar huis. Weer met een extra kennis erbij. Daar is ook is deze avond ook een beetje voor bedoeld. We hebben een aantal dingen. Ik zal kort even het programma doornemen. Ik weet ongeveer hoe lang we moeten blijven, namelijk tot het eind. In eerste instantie kennen wij een wat speelse terugblik op het afgelopen jaar. Wij hebben in ieder geval een wat meer serieuze terugblik op het afgelopen jaar. Met een aantal mensen die het afgelopen jaar het een en ander hebben betekend. Of nieuw in ons gebied zijn gekomen en een nieuwe rol hebben opgepakt. Ik noem er maar eentje, Laurien Krump, rector van Schaarsoorde, de nieuwe. Nou, daar kunnen we even met in kennis maken. Zo, dat doen we even in twee sessies. Eerst drie, later twee. En dan sluit ik nog af met een voor mijn doel korte nieuwjaarstoespraak. U bent gewaarschuwd. En dan hebben we dan nog een tijdje daarna zit. Maar dan zijn we ondertussen het programma wel door. Nou, we hebben niet alleen de burgemeester, maar we hebben ook een kinderburgemeester. Die staat hier. En die gaat u meenemen in, in een spel samen met Suzanne, kabinetsmedewerker. En die nemen u nu even mee. Voor het zijn jullie. Welkom allemaal bij de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Aalten. We gaan vandaag ook terugblikken naar 2022 door middel van een quiz. In deze quiz stel ik 10 vragen van wat er vorig jaar is gebeurd in de gemeente Aalten. Er zijn er 2 antwoorden die je kunt kiezen. En er staat ook voor het goede antwoord welke van de 2 het is. Er is antwoord links, dus deze kant. En antwoord rechts, dus die kant. Ja, klopt. We gaan inderdaad de zaal even in tweeën verdelen. Even een korte aanvulling. En dat betekent dat hier staat eigenlijk een soort van streep van tape. En zoals Timon het al zegt, ja, het zijn dus 2 gedeeltes. En welke was links en welke was rechts? Dit deel is links en dat deel is rechts. Aan deze kant is het rechts en aan die kant is het links. Dus u voelt hem al aankomen. We gaan een beetje bewegen met z'n allen. Je kan het antwoord dus goed of het antwoord fout hebben.
Als u het antwoord goed heeft, dan gaat u door naar de volgende ronde. Maar als u het antwoord fout heeft, dan gaat u aan de rand van de zaal staan. Dus ongeveer daar zo. Nou, moet lukken toch? Moet lukken. Heel goed, Timon. Nou, we gaan natuurlijk wel eerst even testen. Want ja, de mensen weten misschien nog niet gelijk. Dus we gaan natuurlijk even testen of dat wel werkt. Dus dan beginnen we met de testvraag. En die testvraag is, hoe heet ik? Antwoord links is Timo, maar antwoord rechts is Timon. Nou, dames en heren. Welke kant is het? Aan deze kant van de streep? Dat is rechts. Of aan deze kant van de streep? Hadden we inderdaad nog een groen bordje en een rood bordje. Had ook gekund. Maar goed, ik vind dit eigenlijk al heel erg leuk dat jullie dit gewoon doen. Toch, Timon? Ja. Ja, hè? Hadden we niet gedacht, hè? Nee. Top. Nou. Het goede antwoord van deze vraag is antwoord rechts, Timon. Yeah! Allemaal goed. Allemaal goed. Zijn jullie er allemaal klaar voor? Dan gaan we beginnen met de echte quiz. Ja, precies. Ja, dit was maar een testvraag. Vraag 1. Welke soort boom ziet u terug in het gemeentewapen? Antwoord links is de linde en antwoord rechts is de eik. Nou, gaan we weer, mensen. Oh, wat goed. Ja, we staan allemaal goed. En wat is het juiste antwoord?
aan de andere kant. Nou, staan we allemaal goed? Ja, mag je het antwoord zeggen? Het goede antwoord is antwoord links. Heel vaker getrouwd. Oké, nou. Nou, wat is al spannend hoor. Zijn er niet veel meer? Nee. Nou, wat wel even leuk is om te vertellen. In totaal stapten 73 stellen in het huwelijksbootje. En werd er maar liefst 71 keer een geregistreerd partnerschap gesloten. Dus trouwen kwam daarmee vaker voor. Maar het ligt natuurlijk wel heel dicht bij elkaar. Nou, dan zijn de mensen al wel wat minder, hè? Ja. Top, hoor. Benieuwd. Onderweg, als je dienst doet en zo, even een slokje tussendoor.
Dus in ieder geval heel gefeliciteerd, maar we hebben nog een tweede verrassing. Ja, die gaat zo gebeuren. Die gaat zo gebeuren. We gaan nog heel even afsluiten. Dat is bijna, maar dan moet je dus nog eventjes zo meteen hier in het midden staan. Dan hebben wij nog een verrassing voor jou. Zo is het. Thank you.
een hartelijk applaus voor onze eeuweling. En ik sta hier naast de voorzitter van Excelsior Barlow. 100 jaar bestonden ze het afgelopen jaar. Dus dat was voor ons een reden om te zeggen, nou, dan is er toch niks leukers dan op de nieuwjaarsbijeenkomst een aubade, zelfs een serenade voor onze brandweervrouw te geven. Afgelopen jaar, dank ook voor de uitnodiging. Nee, maar muziek is belangrijk in onze gemeente en muziekverenigingen. Dat is misschien ook even een vraag, maar hoe belangrijk is nou voor Barlow nou zo'n muziekvereniging? Hoe zou je dat willen kunnen betitelen? Nou, ik denk dat het eigenlijk aan het aantal leden alleen al wel te zien is hoe belangrijk het is. We zijn niet eens compleet. Uiteindelijk, we zijn met 56 muzikanten. Ja, 56 muzikanten in de gemeenschap Barlow. Dan denk ik dat dat eigenlijk al wel aangeeft hoe belangrijk de muziekvereniging is. Dat was trouwens een goede quizvraag geweest. Hoeveel inwoners heeft Barlow? Waar is de voorzitter van Barlow's Belang? Wie weet het? Hoeveel mensen wonen hier in Barlow? Zou het 450 zijn? 360 wordt hier gezegd. Dus meer dan 10% is lid. Ja, woont iedereen in Barlow? Dat denk ik ook niet helemaal. Niet iedereen woont in Barlow. Maar ja, om en nabij de 10% is dan lid van de vereniging. En dat zegt inderdaad wel iets over het belang. U mag trouwens ondertussen zich weer netjes over de zaal verspreiden. U wordt niet meer lastiggevallen met quizvragen, dus mag ook weer gaan zitten. Het jubileumjaar, nu groots gevierd. Ik ben ook bij een enkele activiteit geweest, maar velen zullen wel eens wat gehoord en gezien hebben. Wat is nou het hoogtepunt van dat bijzondere jaar voor jullie geweest? Nou, ik denk dat het hoogtepunt toch wel het weekend was, het jubileumweekend. We hebben op 4 november waren we precies 100 jaar bestaan. Toen hebben we een receptie gehad. De dag daarna een enorm mooi feest met alle muzikanten, de partners. Ja, iedereen die eigenlijk bij de vereniging hoort. En de afsluiting, ja, de dankdienst op 6 november. Ja. Ik denk dat dat het hoogtepunt toch wel was van ons jaar. Nou, mooi. 101 jaar. Wat wordt het hoogtepunt van het 101ste jaar? Dat is een hele goede vraag, maar ik denk dat we zijn nog bezig met de agenda planning helemaal mooi in orde te maken. Maar er komen weer mooie concerten aan. En wie weet gaan we ook ergens weer een keer op concours. En daar leven we altijd ontzettend naartoe. Nou, mooi. Nou, nog één applaus voor onze eeuweling. Kan die snel genoeg gaan. Dan hebben we Femke Siebelink.
Jij bent een van die ondernemers. En een van die ondernemers ook die volop ingaat op die nieuwe kansen in het dorp. Vertel eens, wat voor plannen heb jij voor jouw zaak? En wat voor zaak heb jij? Dat is misschien ook wel, want niet iedereen zal Femke kennen. Ik heb 2,5 jaar geleden de zaak van André Wilmaar overgenomen. Dat is de dierenwinkel. En we zijn nu druk met klussen op een nieuw pand aan de Kerkstraat. En daar probeer ik een toekomstige... Dat was de oude drogist. De oude drogist, de DA, ja. Dat proberen we nou ook een toekomstige bestendige dierenwinkel te maken. Dus met echt met een visie, met een eigen identiteit. Als erkend stagileerbedrijf probeer ik daar een hele mooie dierenwinkel te maken. Dus niet een dierenwinkel 13 in een dozijn? Nee. Daar kan ik helemaal op losgaan qua lezingen geven of workshops te maken. Dus niet alleen de verkoop, maar echt klantgerichtheid en met hoop kennis en advies geven. Een extra service aan te bieden. Hoop ik dat met personeel en stagiaires rond te krijgen. Mooi. Ja. Ik heb ook laten vertellen dat jij de cursus Retail Management hebt gedaan. Ja. Het is door het gemeentebestuur ook mede geholpen te organiseren. Hè? Dat is een mooi voorbeeld. Er hebben een aantal ondernemers uit Dinxperlo met name aan meegedaan. Wat hield dat in? Waarom deed je mee? Wat heb je er geleerd? Heel veel vragen tegelijk, maar goed. Eigenlijk kwam Hans binnen om te vertellen dat het aan werd geboden door de gemeente Aalten. En die heeft me eigenlijk wel een beetje over de streep heen getrokken. Maar helemaal geen spijt van dat ik dat heb gedaan. We zijn nog volop bezig met de opleiding. Het heeft me heel erg veel inzicht gegeven in welke onderneming ik ben. En welke klanten ik heb. En welke klanten ik zou willen hebben. Dat krijg ik een beetje inzicht van wat sta je voor? Wat is je visie? Wat is je identiteit? Maar ook hoe kan je bijvoorbeeld als je een heel goed idee hebt en denkt van nou dat gaat me echt worden. Kan je voordat je het allemaal voor elkaar gaat maken, dat je er gaat investeren. Dat je dus bijvoorbeeld eerst gaat experimenteren van heeft het wel nut om het te doen. Dan krijg je dus bijvoorbeeld door gastdocenten krijg je tips voor. Maar ook met andere ondernemers uit Vastveld of Ulft bij elkaar op bezoek gaan. En elkaar ideeën opdoen en elkaar helpen. Steunen. Echt heel erg leerzaam. Ik zou het echt elke ondernemer echt aanraden om dat te doen, inderdaad. Ja. Nou, hartstikke mooi. Dus dat heeft je geholpen om even wat verder dan de normale dagelijkse zaken te kijken. Ja, je denkt altijd van, het zal wel zo, of de klanten denken wel zo, op een bepaalde manier over de zaak waar ik dan in sta. Maar door bepaalde experimenten te doen of bij een hulp bij krijgt, krijg je daar veel meer inzicht in. Inzicht van wie ben ik, waar sta ik voor. En daar kan je maakt bepaalde doelstellingen en je staat er nog echt bij stil welke onderneming je nog echt bent. Nou, dankjewel. Ja, we kunnen hier nog lang over doorpraten, maar er zijn er meer. De tijd is beperkt, dus bedankt. Je mag even blijven staan hier. Maar applaus vast. Onze volgende gast ook. Is Laurien Krupp. Jij mag hier blijven worden. Laurien Krupp. Nog nauwelijks. Ook voor jou de microfoon. Mag hier ook. Ja, maakt niet uit. Nauwelijks een half jaar. En als iedereen even de mensen wat verder weg. Ik weet, het is gezellig, maar naar onze gasten toe is het ook wel fijn om toch even met elkaar centraal te luisteren. Henk, wat ook voor jou. Moet ik nog meer zeggen? Het is hier nog gezelliger. Ja, het is ook. Oké. Dus je bent al een half jaar rector van onze middelbare school. Hoe is dat bevallen? Ja, dat bevalt ontzettend goed. Ik beschouw het als een enorm voorrecht om rector te zijn van de enige middelbare school in de gemeente Aalten. Het is een hele eervolle klus, een hele grote klus. Ik ben met open armen ontvangen, niet alleen op school, maar ook door iedereen die met de school te maken heeft.
heeft de gemeente, het bedrijfsleven, sport, zorg. Dus ik vind het echt een fantastische baan. Oh, ja, dat vind ik ook, maar ik heb een eigen baan. Maar er zijn blijkbaar meer voor de baan. Nee, zeker niet. Hoe belangrijk is Schaarsvoorde van Aalten, denk jij? En andersom, hoe belangrijk is de Aaltense gemeenschap voor Schaarsvoorde? Ik denk dat we niet zonder elkaar kunnen. Wat ik net al zei, als enige middelbare school in de gemeente Aalten, denk ik dat we heel erg belangrijk zijn voor Aalten. Als je iets wil met jongeren, of het nou vanuit de sport, de zorg, de gemeente, het bedrijfsleven is, dan heb je de school daarbij nodig. Maar ik denk ook dat wij jullie allemaal keihard nodig hebben, omdat wij onze leerlingen niet alleen voor het eindexamen op willen leiden, maar ook voor het leven en voor een zinvolle rol in de maatschappij. En in het kader van Noorberschap denk ik dat een school en de rest van de gemeente, dat zijn de Noorbers par excellence, wij hebben elkaar heel hard nodig om Aalten nog beter op de kaart te zetten. Heb jij nou concrete, zou je iets concreets kunnen vragen aan mensen hier, Kees, Erik, Tineke, noem het maar. Wat heb je nou ergens concreet behoefte aan vanuit de samenleving? Nou, een paar dingen. Ik heb behoefte aan jullie al jullie kinderen naar Schaarsvoorde te sturen. Dat is ook goed tegen Krim. En dan de leerlingen die hier nog rondlopen ook komen. Maar even zonder gekkigheid. Wij willen ontzettend graag samenwerken met wie dan maar wil. Wij denken dat we onze jongeren, de jongeren in Aalten, alleen de opleiding kunnen bieden die ze nodig hebben. In de diepte en in de breedte door samen te werken. Ik heb een heleboel van jullie al ontmoet. Wij hebben jullie daarbij nodig. We hebben de gemeente er ook bij nodig. Zeker voor onze, als we met nieuwbouw bijvoorbeeld aan de slag willen gaan, moeten we samen creatief nadenken hoe we een supermooi gebouw kunnen neerzetten. En dit is een uitnodiging aan iedereen die hier is en die nu toevallig even luistert. We willen heel erg graag samenwerken. We willen heel erg graag de school, de maatschappij inbrengen, maar ook de maatschappij, de school inhalen. Altijd. We zijn een soort mini-maatschappij. En we kunnen dat alleen zijn op een optimale manier voor de jongeren van Aalten en omstreken, als we die samenwerking op alle fronten aangaan. Dus dat geldt voor iedereen die hier is en ook die hier niet is. Nou, ik hoop dat iedereen dat in zijn oren heeft geknoopt. Even laatste vraag. Wat zie je als grootste bedreiging op het ogenblik voor je school? Nou, er zijn een paar dingen die heel spannend zijn. Iets dat me heel erg aan het hart gaat, al ben ik nog maar 4 maanden rector, is natuurlijk dat we 2 locaties los moeten laten. In Dinxperlo en in Winterswijk. De eerste vraag die ik op bestuur van Achterhoek VO heb gevraagd is er iets wat ik kan doen om het besluit met name over Dinxperlo nog terug te draaien? Helaas is dat er niet. Maar wat we heel graag willen is de kleinschaligheid en de kracht van die kleine locaties voortzetten op de beide locaties in Aalten. Daar hebben we allemaal plannen voor. Bijvoorbeeld een zachte landing voor leerlingen uit het primair onderwijs. Een andere grote uitdaging is natuurlijk, en die hangt daarmee samen, is de krimp. Hoe kunnen we op alle fronten het best mogelijke onderwijs blijven bieden, terwijl alle eigenlijk bekostigings- en onderwijsmodellen op groei gestoeld zijn? En we hopen natuurlijk leerlingen uit nog meer gemeenten te trekken, maar waarschijnlijk toch gaan krimpen in de toekomst. Dat is een enorme klus waar we jullie heel hard bij nodig zullen hebben. Dat kunnen we niet alleen. En een andere uitdaging is natuurlijk, dat klinkt heel tegenstrijdig, maar hoewel er een krimp is in de Achterhoek, ja, barsten we nu eigenlijk ook op alle manieren uit de voegen. Dus hoe kunnen we ook qua faciliteiten bieden de variëteit aan dingen die we de jongeren hier in Aalten en omstreken kunnen bieden. Dankjewel. Ook hier valt ongetwijfeld nog heel veel over te vertellen, maar dat kan zo meteen weer als wij even ons pauzemoment hebben. Dankjewel. Derde spreker eventjes. Derde gast aan tafel, Anke Sitters. Waar is, woon is vrouw Sitters? En eerlijkheid gebied dat je vervanger bent. Dus we hebben al niks om te schamen. Eigenlijk hadden we hier Annemiek van der Hoek gevraagd. Die is de nieuwe directeur van de Koppelkerk. Een jaar geleden. En daar zullen we het ook nog even over hebben.
jaar geleden ongeveer dan de pionier, de opzet. Degene die de opzet heeft gegeven, de aanzet voor de Koppelkerk dan afscheid, Sylvia Heijnen. En dus het leek heel mooi om haar opvolger hier even op het podium te hebben en het podium te geven. Maar helaas, gezondheidsredenen staan dat al een tijdje toch niet toe. Hadden we hopen dat het nu wel zou lukken, maar een paar dagen geleden is het toch weer afgezegd. Maar we hebben Ankie Sitter, die is waarnemend voorzitter van het bestuur van de Stichting Koppelkerk. Oost-Duitse die wortel heeft geschoten in de Achterhoek. En wel zoveel wortel hebt geschoten, dat jij er zelfs een boek over hebt geschreven over de Achterhoek. Dus het is, ik weet niet of het liefde op het eerste gezicht is, maar het is wel liefde geworden voor die Achterhoek. Waarom een boek over de Achterhoek voor iemand die uit Oost-Duitsland komt en waarom dan ook nog voor de Duitse markt in het Duits? De laatste vraag is makkelijk te beantwoorden. Het is makkelijker voor de Duitse markt in het Duits te schrijven, dat begrijpen ze beter. Maar daar zit in feite ook al een beetje de basis in van... ik ben hier 30 jaar geleden gekomen. Ik heb me hier direct thuis gevoeld en dat heeft ermee te maken dat de Achterhoek in behoorlijk vergelijkbare mentaliteit heeft met de regio waar ik van oorsprong vandaan kwam. Thüringen, de zuidwestelijke gedeelte van Oost-Duitsland. Dus wat dat betreft voelde ik me direct op mijn gemak. Door de jaren heen ben ik me steeds meer van bewust geworden dat ik ontzettend blij ben dat mijn kinderen hier zijn opgegroeid. Ik denk dat het geen betere plek voor hun had kunnen zijn dan hier in de Achterhoek op te groeien. En door de jaren heen ben ik begonnen om naar een boek over de regio te zoeken om familie en vrienden in Duitsland meer te laten weten over deze regio. En bij tig Duitse gasten, bezoekers, toeristen, zakenrelaties. Het bestond gewoon niet. En dan is het mijn eigen wijsheid die toeslaat. En dat is eigenlijk waar ik gewoon zelf. En dat heb ik dus nog altijd voor uitgeschoven. En in de inleiding van de corona had je tijd. Precies. Hier even geklaagd over het geroezemoes achter in de zaal. Bij de bar, ik weet niet precies waar. En misschien wel terecht. Dus als de wethouders ook even de orde willen handhaven in die kant. Nee, hier is het allemaal rustig, maar het zou fijn zijn als u daar ook even... u mag zo weer. Nou, je hebt een jaar lang, wanneer nam Sylvia afscheid? Dat was in mei, geloof ik? Voor mij in juni. Juni, ja. Juni heeft afscheid genomen, ja. Dus je hebt toch, dat is dan toch ingewikkeld. De pionier die het opgezet heeft, er komt dan een nieuwe. Dat is al ingewikkeld. Bestuur hebben we wat perikelen gehad en jij moest invallen. Hoe is dat jaar gegaan? Spannend. Ik heb in de tussentijd een aantal keren al gekscherend gezegd, ik ben blij dat ik ooit een opleiding crisismanagement heb gehad. Het scheelt. Dan kun je allerlei dingen opvangen waarvan je... In crisismanagement leer je om besluiten te nemen op het moment dat je geen kennis van zaken hebt. Varen in de mist noemen onze minister-president. Precies. Ja. En dat is... Bij de Koppelkerk is het zo ingericht dat de directeur diegene is die uitvoert, de dagelijkse dingen doet, de dagelijkse dingen regelt. En het bestuur eigenlijk een toezichthoudend bestuur is dat op enige afstand staat. Oftewel van de uitvoering eigenlijk niet echt de fijne dingen, de fijne kneepjes kent. En toen Annemiek viel en uitviel, moesten we van hen op de volgende dag het overnemen. En het waarmaken. Met de ambitie om het publiek en de gasten zo min mogelijk te laten zien en te laten voelen dat wij aan de achterkant eigenlijk redelijk aan het experimenteren waren hoe we alles kunnen doen. En we hebben echt met ontzettend trots op onze vrijwilligers die heel veel hebben vlot getrokken, die heel veel hebben gedaan, heel veel hebben meegeholpen, hebben meegedacht en dat nog steeds doen.
Maar jullie zijn 5 dagen per week open, toch? Woensdag? 4. We zijn in principe 3 dagen per week open. Vrijdag, zaterdag en zondag. Dat zijn de 3 dagen waar de exposities open zijn. Maar we hebben events. Soms ook op een donderdag en soms ook op andere dagen. We hebben soms verhuringen op andere dagen. En er zijn een aantal, ik noem het even wat onherbiedig, verenigingen die gebruik maken van de ruimtes. Dat is ook op andere dagen. Dus. Vele tientallen activiteiten die je toch moeten inspringen en onder elkaar moeten regelen. De coronacrisis, hebben jullie die een beetje kunnen overleven? Behalve dat jij een boek hebt kunnen schrijven, dat zijn wel de leuke dingen inderdaad. Ja, inderdaad heeft zijn voordeel. Het is op zich wat tijdens de coronacrisis ontzettend goed heeft geholpen in de Koppelkerk, is dat we in de Koppelkerk vrij snel zijn overgestapt naar digitaal aanbieden van wat we doen, van de lezingen, van concerten, van allerlei andere dingen, die je ook nog niet op de website terug kunt kijken. En door dat digitaal aanbieden, aan kunnen bieden en iedere keer weer echt het maximale opzoeken om daadwerkelijk die events door te kunnen laten gaan, als het op ieder moment maar een klein beetje mogelijk was, heeft ons ontzettend geholpen om wel het publiek vast te houden. En om zelfs behoorlijk wat nieuw publiek te winnen en juist het publiek op wat grotere afstand die we in coronatijden goed hebben kunnen bereiken. Daar zit nu voor ons een uitdaging om die vast te kunnen houden nu we weer fysiek onze events hebben. Jullie hadden zelfs mensen, heb ik begrepen, uit Friesland, Groningen, die af en toe naar jullie avonden, of deelnamen aan jullie debattenavonden via de Teams en hoe het allemaal heette. Ons Tom was een deelnemer uit Californië. Uit? Californië. Californië? In de Koppelkerk. Okay. En Houtwinterswijk, die op die manier nog steeds probeerde bij de regio aangesloten te blijven. Ook voor jou de vraag, wat is voor jou de wens, wat zou deze gemeenschap, wat zou jij dan nog vragen willen aan de gemeenschap? Hoe kunnen ze de Koppelkerk steunen als ons lokale cultuur- en debatcentrum? Wij hebben om een heel platform te beginnen altijd handjes nodig, altijd hulp nodig op allerlei vlakken om alle events die we doen en alle dingen die daar omheen moeten worden georganiseerd om die goed gedaan te krijgen. Wat we dit jaar nodig hebben is dat Annemiek van Broek, ons directeur, dat zij haar kracht en haar gezondheid zodanig terugvindt dat ze haar plek ook daadwerkelijk in kan nemen en in kan vullen. En dat zou gewoon het beste zijn wat er zou kunnen gaan gebeuren. Want echt van het diepste harte wens naar haar gezondheid. Daarnaast is het natuurlijk ook, ik begon met de overvraag naar de problemen waar we in zitten. Wij hebben uiteraard ook wat perikelen te gaan, zeker met de energieprijzen nu. Een van de wensen die we hebben is dat het dak wordt geïsoleerd, dat we vanuit duurzaamheid kunnen maken en ook aan allerlei andere impact voor de omgeving. Duurzaamheid. Ja, en daarnaast uitbreiding natuurlijk voor ons programma nog weer naar nieuwe activiteiten, naar nieuwe ideeën die daar ook al op de plank liggen, sommige al jaren op de plank liggen. Want na 7 jaar is het altijd nog een soort van opnieuw uitvinden van een organisatie. En daar horen ook wat nieuwe activiteiten bij. We zullen zien. Oké, nou dankjewel. Dit was Bredevoort, Dinxperlo en Aalten, 3 nieuwe ontwikkelingen. We hebben even weer een kwartiertje of zoiets pauze, u hoort het wel. En dan gaan wij verder met de voetbalfusie en ook nog met de armoedecrisis. Dinxper. Applaus voor deze mensen. Even naar voren komen. Ja. Voor de meeste
voetballen. Dus daarom hebben wij voor zowel van A64 als van de AD69 een bal. En die willen we graag in u overhandigen. Maar voetballen is sporten. En dat doe je met heel veel plezier. En dankjewel. Wat is Verdings per Deurdings? Verdings per Deurdings, met de naam zegt het al. Als er geen deur is, is er ook geen Ver. Ja. Zeggen wij. Dus door alle donaties, alle dingen waar wij krijgen, kunnen wij mensen helpen. Aan boodschappen, maar ook heel veel. Maar wat zijn jullie? Wat is Verdings per Deurdings? Wij helpen mensen die, het was echt de minima, maar tegenwoordig zijn er natuurlijk veel meer mensen die het niet breed hebben. En eigenlijk helpen we alle mensen die ons hulp kunnen gebruiken. En het is Verdings per Deurdings, zodat we, het is Dingsplooi in aangrenzende plaatsen. Dus het is de Heurne, Bredebroek, IJsseloo. En dat hebben we beperkt tot dat, omdat we anders niet aan kunnen, dan wordt het te groot. Je kan niet in de hele wereld op je nek nemen. Nee. Maar feitelijk zijn jullie een soort aanvulling op ik zou zeggen, de sociale dienst. Ja. Vanuit het particulier initiatief. Ja. Maar hoe komen jullie nou tot het idee om daar een pub voor te organiseren? Want er zullen ook mensen hier zo wel weten dat er armoede is, maar dat is nog wat anders om daar bijna je levenswerk van te maken. Ja, we zijn spontaan 7 jaar geleden begonnen met kerstpakketten. Dat we tegen elkaar zeiden van, misschien is het leuk om fijn om mensen die het niet zo breed hebben te gaan helpen. Dat was 3 weken voor de kerst. En we hebben een oproep op Facebook geplaatst en de producten kwamen binnen vliegen en ondertussen aanvragen ook. En het eerste jaar hebben we alles rondgebracht. En dat werd niet zo gewaardeerd door heel veel mensen, omdat je staat aan de deur. Hè, en Schaamte. Dus het jaar daarop hebben we besloten om de mensen gewoon bij ons. Ik woon zelf buitenaf. En, ik ben er een keer geweest. Ja, klopt. Ja. En dus de locatie is perfect. Ze kunnen van 3 kanten komen. En dat is eigenlijk heel laagdrempelig. Ja. Hoeveel mensen helpen jullie nou zo'n beetje in een jaar? Nou, op het moment hebben we 15 gezinnen, maar we hebben ook in de coronatijd hebben we 25 gezinnen gehad. En dat zijn gezinnen, alleenstaande, maar ook gezinnen met meerdere kinderen. En dat wisselt. Soms dan zijn de mensen uit de problemen en dan bedanken ze zich en dan gaat het aantal weer naar beneden. Maar dat wisselt dus van 15 tot 25. Maar wij hebben zelfs zoiets, 25 tot 30 is al de max dat we... 35 huishoudens worden door jullie ondersteund. Ja, wekelijks. Doen jullie dat nou alleen of werken jullie nou nog met andere partijen samen? Nee, wij doen het eigenlijk alleen. Wij hebben gezegd om het voor laagdrempelig te blijven laten. Kunnen we op die manier. En wij werken wel samen in de zin dat we wel contacten uitwisselen. In de zin van als mensen iets meer nodig hebben dan dat wij kunnen bieden, dan weten wij ondertussen ook zoals meer een pak te vinden. Die vindt ons ook te vinden. Dat is eigenlijk hoger en meer. En zo gaat het met meer instanties. Dus dat is wel heel fijn om elkaar op die manier toch te helpen. Ja. Zie je daar zo'n zaal vol op? Wat kunnen mensen voor jullie betekenen? Hebben jullie een vraag voor de zaal? Het belangrijkste is eigenlijk van kijken om je heen. Zijn er mensen die waar je van denkt, die hebben hulp nodig? Ik denk dat dat het belangrijkste is. Vraag of ze hulp nodig hebben en weten dat ze bij ons heel laagdrempelig terecht kunnen. Het kan zomaar je buurman zijn, hè? Ja. Want de schaamte is heel erg groot en heel veel mensen die lopen er gewoon niet mee te koop dat ze het allemaal niet meer trekken. Vooral nu in deze dure tijd. Dus kijk om je heen en heb je wat over, een maaltijd of zo, helpen. Ja, en ze kunnen ons natuurlijk altijd helpen met donaties qua geld, maar ook qua producten. Maar op het moment weten de mensen ons eigenlijk heel goed te vinden. Dus, 2 columns terug van mij in de Haal te vooruit heeft het Giro-nummer nog gestaan. Ja, dus wie het dan wil zoeken dichterbij armoede troef, dan komt u wel op de website. Ja, en we krijgen ook van de middenstand in Dingsplooi, we krijgen ook heel veel hulp. We krijgen van de bakkersbrood, we krijgen van Smits, krijgen goed. Dus we krijgen heel veel hulp en zijn we heel dankbaar voor. Dus het is echt deur Dingsburg, voor Dingsburg wat dat betreft. Ja, daarom. Als er geen deur is, is er geen vuur. Maar jullie zijn trouwens ook met armoede binnenkort met de kledingbeurs, de sportkledingbeurs. Dus ook nog even onderaan nog gebracht, de sportkledingbeurs, ook nog een heel mooi initiatief.
Want de armoede is groot. Er zijn genoeg te doen. En het is heel fijn dat jullie dat ook doen. Nou, één applaus ook nog voor beide partijen. Het zijn slechte tijden. Het zijn moeilijke tijden. Dat zeggen de mensen tenminste. Laten we liever goed leven. Dan worden de tijden vanzelf goed. Wij zijn de tijden. En zoals wij zijn, zo zijn de tijden. Zie goed om die woorden eens even tot u door te laten drinken. Drinken. Het zijn slechte tijden, het zijn moeilijke tijden, dat zeggen de mensen tenminste. Laten we liever goed leven, dan worden de tijden vanzelf goed. Wij zijn de tijden zoals wij zijn, zo zijn de tijden. Dat zijn actuele woorden, al 1600 jaar geleden uitgesproken door kerkvader Augustinus. En hij schreef ze in een tijd van verval, het Romeinse Rijk viel toen ongeveer uiteen. Voor velen was 2022 een moeilijk jaar. We hadden met een pandemie te kampen, we raakten betrokken bij een verschrikkelijke oorlog, toch vrij dichtbij, en als gevolg daarvan een enorme vluchtelingenstroom. Ook weer als gevolg daarvan een energiecrisis die onze economie ontregelde en voor velen een enorme financiële last betekende. Dat hebben we net ook gehoord. Armoede werd opeens toch alom zichtbaar en voelbaar. De toenemende schaarste op de woningmarkt zorgt voor spanning. Maar ik denk, het meest zorgwekkend is toch misschien, als je het in het grote bekijkt, de klimaatverandering. De vervuiling van lucht, bodem, water, droogte, de schrikbarend afnemende biodiversiteit. Ja, het zijn slechte tijden. Het is niet moeilijk om Augustinus 1600 jaar later na te spreken. Al moeten we ook eerlijk en nuchter zijn, ook hier als we aan de bar staan. Onze moeilijkheden zijn niets vergeleken bij die van de Oekraïners, de Afghanen, de Iraniërs. Velen hebben ondanks alles nog steeds een heel comfortabel bestaan hier zo. Ook onze koning sprak in zijn kersttoespraak over een heftige tijd. Een confronterende tijd. Hij ging in op de verdeeldheid die het afgelopen jaar zichtbaar werd. Als burgemeester had ik in 11 jaar nog nooit iets wat ook maar op een demonstratie leek te maken gehad. Maar vorig jaar, u bent het misschien alweer vergeten, liepen er opeens mannen in witte pakken rond hier op de markt. Was er een onaangekondigde demonstratie van tegenstanders van het coronabeleid. Eisten onze horecaondernemers veel meer ruimte voor hun gasten en boden bezorgde boeren de gemeenteraad een petitie aan. Er zit heel veel onzekerheid en spanning in de samenleving. Het vertrouwen in de overheid, de wetenschap, de media, de democratische rechtsstaat, maar daarmee toch eigenlijk dus ook in elkaar, liep een forse deuk op. We worden met fundamentele vragen geconfronteerd, we lopen tegen grenzen aan. Remkes zei het, niet vorig jaar, maar al jaren daarvoor in dat vorige rapport. We kunnen niet alles tegelijk in dit kleine land. We zullen keuzes moeten maken. En uitstel, zijn mijn woorden, is geen optie, maar vergroot de problemen slechts. Waar willen we naartoe? Welke waarden en belangen willen we als samenleving overeind houden? Geloven we nog wel in de waarde van onze democratische rechtsstaat, aldus onze koning? Confronterende tijden zijn het. Ook omdat die uitdagingen waar we voor staan ons dwingen om in de spiegel te kijken. Immers, als wij de tijden zijn, zoals Augustine stelt, en de tijden slecht zijn, wat zegt dat dan over ons? Het dwingt ons tot zelfonderzoek. Waarom hebben we het zo ver laten komen met het klimaat? Waarom keken we zo vaak de andere kant uit rond seksueel misbruik van vrouwen? Waarom keken we de andere kant uit bij racisme in onze samenleving? Nee, het is geen lachspiegel waar we in kijken als we ons die confrontatie aangaan. Ja, een zwaar verhaal misschien, zo aan het begin van het jaar. Maar Augustinus ging verder, hij was geen sombermans en ik ook niet. Laten we goed leven, want zoals wij zijn, zo zijn de tijden. Dat is niet eenvoudig. Nu onze manier van leven zo ook tegen haar grenzen aanloopt. We zullen anders moeten gaan leven. We zullen moeten consuminderen en produceren.
En die noodzakelijke veranderingen zullen voor ongemak, onzekerheid zorgen. En soms ook pijn doen. Zo eerlijk moeten we ook zijn. Maar wij zijn in staat te kiezen voor een andere samenleving en economie. Maar we zullen ook wel moeten, want anders zal er misschien wel weinig te kiezen overblijven. Voor 2023 wacht ons een uitdagende taak. Niet wegkijken van de problemen die er zijn, ze niet bagatelliseren, maar we moeten ons ook niet laten ontmoedigen of laten verlammen. Realistisch, maar wel daadkrachtig, duurzaam en dichtbij aan de slag. Ik vind het bemoedigend te lezen dat de meeste mensen, bleek laatst uit een groot onderzoek, de polarisatie meer dan zat zijn en hunkeren naar verbondenheid. Ik vind het bemoedigend dat in Aalten de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen steeg ten opzichte van de vorige keer, tegen de trend landelijk ook in. Ik vind het bemoedigend te zien hoe snel op dit moment de energietransitie in kracht toeneemt. Zoveel bedrijven en particulieren die zonnepanelen plaatsen, om maar even iets heel zichtbaars te noemen. Ik vind het bemoedigend dat steeds meer boeren de moed hebben om te kiezen voor een ander bedrijfsmodel, minder gericht op kwantiteit en meer misschien op kwaliteit. Zelfs al is het met de moed der wanhoop. Ik weet niet of u allemaal kans gehad om een paar gehaktballetjes te hebben. Die waren van Zonvarken uit de Heurne. Ook zo'n bedrijf wat een nieuwe weg ingaat, een nieuw bedrijfsmodel. Ik vind het bemoedigend dat de gemeenteraad de duurzame ontwikkelingsdoelen, Global Goals, als leidraad voor ons beleid en handelen omarmd hebben. Ik vind het bemoedigend om te zien hoe gemeente en gemeenschap samen werk maken van armoedebestrijding. Verdings, per deur, biddingser, de winterjassen, de kledingactie van de sportkleding. Zoveel voorbeelden zijn er. Dat is echt iets om dankbaar voor te zijn. Ik vind het bemoedigend dat we samen toch die 100 Oekraïners begin van dit jaar, vorig jaar, op wisten te vangen. Wat een gemeenschap, wat een betrokkenheid. Elke keer weer blijkt dat er heel veel burgerkracht in onze gemeenschap zit. En dat geeft moed en energie voor de toekomst. Zoals onze koning zei, we beseffen het niet altijd, maar we zijn tot veel meer in staat dan we zelf denken. Ik ben ervan overtuigd dat we ook heel ingewikkelde problemen tot een goed einde kunnen brengen. En pijnlijke wonden die er soms zijn ook kunnen helen, zodat we samen verder kunnen. Zullen we zo met elkaar het nieuwe jaar ingaan? Samen. Niet ieder voor zich in zijn eigen gelijk, zijn eigen bubbel, maar echt samen. Meer uitgaand van wat goed is voor de gemeenschap dan waar je precies zelf misschien zin in hebt. Laten we goed leven, zodat 2023 een goede tijd zal zijn. Veel wel en zegen daarbij.